En op die manier vergeet je ook even je eigen aandoening en ben je geen patiënt, maar ben je gewoon sporter. Medio 2013 kreeg ik het gevoel dat er iets niet goed was in mijn lichaam. Ik was al een tijdje aan het sukkelen met de linkerarm. De linkerarm is ook geopereerd in de Rijnstaten, maar dat ging maar niet over. Tegelijkertijd was het dus ook zo in 2013 dat mijn familie ook gewoon merkte dat er iets aan de hand was met mij wat gewoon niet goed was. Ik was langzamer, ik reageerde trager op dingen. Mijn linkerkant van mijn lichaam functioneerde niet. Mijn arm hing er gewoon een beetje bij. Dus mijn familie zei van nou, dat is niet goed Alex, je moet het na laten kijken. Dus op die manier ben ik toch weer teruggegaan naar de huisarts. En die heeft me dan doorverwezen naar een neuroloog. Die heeft eigenlijk in 15 minuten heeft hij eigenlijk de diagnose Parkinson gesteld. Nou, na dat jaar fysiotherapie zijn we gewoon gaan kijken en kwamen via Facebook terecht bij het Parkinson Boksen in Ede. En daar zijn we toen op uitnodiging gewoon naartoe gegaan. En ik heb daar zo'n les aangekeken en toen had ik zoiets van, dit is echt iets voor mij. Dus toen ben ik daarna gewoon begonnen en telkens kreeg ik gewoon weer de bevestiging dat ik na zo'n les me beter voelde, me sterker voelde, meer energie. Dus dat gaf mij gewoon de kracht en de drive om gewoon door te gaan. En ik doe het nu 3 jaar lang al 3 keer per week. Omdat ik natuurlijk naar Ede moest en ja, Duiven-Ede kan je natuurlijk rijden met de auto. Maar met slechte weer of files is het makkelijk om wat dichterbij te krijgen. En toen zijn we terechtgekomen bij Rob Floris in het Juvenaat in Zevenaar. En toen hebben we dus ook een Parkinson Boxing Klas opgericht. Inmiddels zijn we ook daar 2 jaar verder. En hebben we dus nu al 2 keer per week hebben we daar een groep mensen met Parkinson waar we samen lekker mee boksen. Dat komt vanuit Amerika, vanuit de Rocksteady Boxing Organisatie. En die methodiek die geeft aan dat je specifiek voor mensen met Parkinson is die vorm van boksen uitermate geschikt. Waarom? Je doet dubbeltaken. Je moet allerlei handelingen tegelijkertijd verrichten. Je moet bewegen, je moet coördineren, je moet nadenken. Het is hoog intensief. En alles tezamen zorgt ervoor dat die sport eigenlijk het beste resultaat heeft voor mensen met Parkinson. Om in ieder geval hun aandoening een beetje te kunnen managen. Nou, ik sport hier dus 2 keer in de week. Parkinson boksen. Op de maandag en op de woensdagmiddag. En op die manier zie ik dan continu mijn maatjes waar ik gezellig mee spaar. Je kunt het over Parkinson hebben. Maar heel vaak hebben we het totaal niet over Parkinson. Maar over alles en alle andere dingen. En op die manier vergeet je ook even je eigen aandoening. En ben je geen patiënt, maar ben je gewoon sporter.